Met de aanhouding van 3 overvallers van 17 en 18 jaar in Drachten is een flink aantal misdrijven opgelost. De Drachters werden aangehouden naar aanleiding van een reeks overvallen in Drachten binnen 2 weken. Op 29 december op een buschauffeur, 2 dagen later op een snackbar en op 9 januari op een sigarenwinkel. Naast deze 3 overvallen bekenden zij ook een aantal insluipingen en een aanranding. De politie hield woensdagmorgen in Drachten een persbijeenkomst over de nu opgeloste misdrijven. De aanhouding van 2 overvallers leidt tot het oplossen van zaken. Dat klopt. Op vrijdag 9 januari hebben we in Drachten 2 overvallers aangehouden. Die zijn op hete daad betrapt na een overval op de Lange West hier in Drachten. Waarbij zij met onder dreiging van een mes een buit hebben gemaakt bij een sigarenwinkel daar. Waren dit jongens met een crimineel verleden? Wij kenden deze jongens wel. De jongens waren, de eerste 2 verdachten waren 18 en 17 jaar oud. En later op de avond is naar aanleiding van het onderzoek bij de laatste overval nog een 3e jongen van 17 jaar aangehouden, ook uit Drachten, die ook betrokken was bij 2 eerdere overvallen. Bij de overvallen gebruikten ze vuurwapens. Waren dit echte vuurwapens? Nee, we hebben doorzoekingen gedaan in de woningen van de jongens. En bij een van de doorzoekingen zijn 3 nepwapens aangetroffen. En die gebruikt zijn bij de eerdere overvallen, onder andere op de buschauffeur en het cafetaria. Er is geld buitgemaakt. Waarom deden ze dit? Wat was hun motief om overvallen te plegen? Ze geven zelf aan dat ze het gebruikt hebben voor drank. En de laatste buit, €1200, die werd nog bij de verdachte aangetroffen. En de totale buit bedroeg ongeveer €2000. Een prachtige aanhouding. De politie kreeg informatie van getuigen. Dat heeft goed geholpen? Ja, dat was fantastisch. De getuigen die hadden al een melding gedaan van verdachte omstandigheden in de buurt. Dus de politie die was al onderweg die kant op. En vervolgens toen wij onderweg waren kregen we de melding dat er daadwerkelijk een overval plaats had gevonden. En dus dankzij die getuigen, die melding van die getuigen, hebben wij direct die 2 jongens in de omgeving van de sigarenwinkel aan kunnen houden. Hebt u met de aanhouding van deze 3 mannen nog meer zaken op kunnen lossen? Ja, dankzij de aanhouding hebben we nog 2 insluipingen in woningen in begin december in Drachten op kunnen lossen. En een van de verdachten heeft bekend een aanranding te hebben gepleegd in december, ook in Drachten. Deze jongens zitten nog vast. Wat gaat er verder gebeuren? Nou, wij zijn nog bezig met het onderzoek. We hebben nog niet concreet dat zij betrokken zijn bij meer misdrijven, maar er wordt nog wel naar gekeken. En voorlopig blijven zij in ieder geval in voorlopige hechtenis zitten en gaat justitie bekijken wat er met deze jongens gaat gebeuren.